Dit is de allergrootste trainingsfout die je maar kunt maken. Ik krijg hier regelmatig nieuwe mensen over de vloer en die zeggen: joh Raymond, ik wil 10 kilo afvallen. Nou, fantastisch. We gaan knallen, squatten, bankdrukken, deadliften, lekker sporten, lekker trainen. Nou, we zijn een x-tijd verder, een maand of 3, en 10 kilo afgevallen. Fantastisch. Alleen wat dan? Je voelt je blijer, je voelt je gelukkiger, je bent positiever. Weet je, je bent gelukkig met je nieuwe zelf. Alleen, wat daarna? En dat is voor heel veel mensen een groot punt. Waar veel mensen vanzelfsprekend nog niet naar kijken. Want die zitten nu nog logischerwijs thuis op de bank. En die willen eerst nog eens een keer 10 kilo gaan afvallen. En dan nog eens een keer. Er wordt vaak niet naar gekeken. En dat is wel zonde, want ik probeer hier mensen wel altijd over te halen van: joh, zorg dat je een doelstelling hebt. En het hoeft niet per se afvallen te zijn of gespierder te worden of noem maar op. Ik heb een grote passie voor powerliften. Ik vind zwaar trainen überhaupt leuk. Squatten, bankdrukken, deadliften. Maar natuurlijk ook atlasstenen tillen, boomstammen tillen. En ik laat mensen hier dat heel, heel graag zien. En als mensen er, als ze er maar een beetje op ingaan en denken: joh Raymond, zo'n boomstam tillen, dat is eigenlijk leuk. Mooi, ik hou die lekker in het programma. Oké, hoeveel kilo krijgen die boomstam nu boven je hoofd? Een kilo of 80? Waarom is dat geen 100? En dan heb je toch weer een nieuwe doelstelling. En dat vergeten zo verschrikkelijk veel mensen. En dat is een gouden tip om de komende 30 jaar gewoon te blijven sporten en te blijven bewegen. En het gaat niet altijd om lichamelijke verandering. Dat is vaak maar bijzaak. He, je wilt trainen om je vrolijker te voelen, je fitter te voelen, je gelukkiger te voelen. En dat heeft niet altijd wat te maken met afvallen. Maar lange na niet. En het gaat er vaak om dat mensen gaan inzien: joh, hey, ik kan dit tillen. Hey, ik voel me eigenlijk best goed. Hey, dat is eigenlijk best knap dat ik ga. Dat is hetgene wat iemand vaak gelukkig maakt. En die 5 of 10 kilo bijzaak. Dat is helemaal niet de doelstelling. Dit was Raymond Schultz. Totstrenk.nl. Ignite your fire and grow stronger.